Welkom kijkers bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan wij aan de slag met deze hele vette Nerf Blasters. Je herkent deze waarschijnlijk wel uit Fortnite. Ongetwijfeld als je Fortnite speelt, heb je wel eens een van deze apparaten in je handen gehad. En hiermee gaan wij vandaag aan de slag. Je ziet het, een RPG, een Silenced Pistol en de Tactical Shotgun zoals ze in Fortnite heten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze in het echt draaien. Laat ik nou mezelf even gekopieerd hebben, weet je wel. Ik moest even zo'n kopieerapparaat staan en toen denk ik plop, toen was daar een tweede Roy. Hier gaan we vandaag op maaien, dus lekker op mezelf knallen. Dat is wel geinig, dacht ik. En ja, laten we ze maar eens unboxen. Allereerst, dan weten we hoe ze eruit zien en hoe ze werken, want ik heb nog werkelijk waar geen idee. Maar we gaan het jullie vertellen, dus daar gaan we. Goed, we hebben de blasters uitgepakt en deze ziet er wel echt ziek uit, gast. Allemaal trouwens, we hebben ze hier allemaal liggen. Letterlijk zoals ze in de game eruit zien, zo zien ze er dus ook in het echt uit. En vooral deze was ik echt van onder de indruk. Zoals die dus in game heet, de Tactical Shotgun. Ja, de Fortnite Nerf Blaster, zo heet die op de doos in ieder geval. We gaan hem testen natuurlijk, maar allereerst moest ik even weten, oké, hoe moet die nou precies laden? Ik ben erachter. Je kan deze dus, ook zoals in het spel, naar achter schuiven, naar voren, boom. Dat is hoe je ermee moet schieten, dat is niet zo moeilijk. Maar hoe je hem moet laden is nog wel even tricky. Want je schuift hem dus naar achteren, dan draai je hem om. Dus je ziet hier de blaster, daar kan je dus, ja, daar is zeg maar de ingang van waar de darts in moeten. Nou, ik zou zeggen, Reno, stop ze er maar in. Er kunnen er 3 in, als ik het goed heb. 2 en 3. Oké, dan sluiten we hem. En dan is het een kwestie van, boom. Wow, hoor je het geluid? What the fuck? Komt ie. Hoor, is dat de horn op de camera? I don't know, er ging een vaatwasser doorheen. Vaatwasser, shut up. Hold on. One eternity later. Nou, omdat ik niet zeker weet of het zojuist goed te horen was op de camera, hoe vet die dart eruit komt met het geluidje, ga ik eventjes over de camera heen schieten, oké? Okay? Komt ie aan. Alright, guys, watch out. Fire in the hole. Volgens mij was het nu wel goed te horen, toch? Ja, 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 nu wel. Nice. Kijk, komt ie. Hij schiet echt moker hard, ouwe. Wow, deze dingen komen knijtershard aan, denk ik, gast. Legit. Maar wacht, luister het geluid ook. Dat vind ik misschien wel het allervetste aan deze. Kijk, als je met een boogje schiet, komt ie. Het is echt pieuw. Ja, ja, ik weet niet hoe je het uitlegt. Wat? Ja, het lijkt wel een vuurpijl. Zo'n kleine mini vuurpijl. Ja, ja. Kijk, komt hij nog 1 keer. Pieuw. Nou, heel erg cool. Dat is deze. Oh, Edgar denkt gelijk van, hey. Dan hebben wij hier nog, zoals die in het spel heet, de Legendary Silent Pistol. Zo heet hij in het spel, Silenced Pistol. Cool hieraan is, ik heb de Silenced er alvast even opgezet, maar die kan je er ook afdraaien. Dan is het dus gewoon een wat kleinere blaster. Dat vond ik wel heel erg cool, dus dat je hem echt een soort van kan customizen. Misschien gaan ze in het vervolg nog wel andere dingen ervoor maken, maar voor nu is hij dus Silenced en heb je een langere loop. Dus voor mijn gevoel schiet hij daardoor ook wel iets wat accurater of zo. Harder, ja, want deze heb ik wel al in mijn Realistic Live shows gehad, dus deze kende ik al. Kijk, dan moet je hem dus zo open schuiven. Nou, en dan plaats je ze er gewoon in. Hartstikke idee. Ook voor deze geld trouwens, er kunnen er 3 in. Hop. En hop. Deze dingen zijn ook gewoon knijtervet. Ja. Laten we even eerlijk zijn. En dan is het gewoon een kwestie van. Die schiet ook. Die schiet mogen hard. Headshot. Ja, die was. Ja. Oh, die was mis. Maar hey, leuk ook, toch? Ook mooi. Nou, Reno. Dan aan jou de eer. Ik weet dat Reno deze helemaal geweldig vindt. Ik ook trouwens. Dit is natuurlijk zoals die in Fortnite heet. De RPG, oftewel de RPG. Deze moet je alleen hier gewoon inklikken. Best wel simpel eigenlijk. Hebben we expres mee gewacht, hè? Voor ja, want dan weet je of je er nog uit komt. Ja, klopt. Nou, dan zit hij erin. En dan heb je deze mokergrote bommetjes of zo. Dit zijn echt gewoon zieke darts. Die doe je dan hier voor erin. Ja, die schuif je er gewoon die in. Klop je er gewoon in. En dan trek je hem eruit. En dan. Omgegooid, gast. Wow. Hij is gewoon net niet in de wasbak beland, nou. What the fuck? Ik denk dat we wel hebben laten zien dat die dingen kunnen maaien, weet je wel. Dus laten we nu gewoon
die dingen testen met een spelletje met mijn, met mezelf, met de tweede ik. Laten we dat eens even doen. Zo jongens, het eerste parcours staat klaar. En we gaan beginnen met de Tactical Shotgun Blaster. Hier staan wat targets. Roy is in dit geval nog eventjes mascotte, die gaan we voor later gebruiken. De targets zijn letterlijk de darts die in de RPG blaster gaan van Nerf. Hier staat er eentje en hier staat de tweede. In deze blaster zitten natuurlijk 3 darts. En als die op zijn, dan, ja, dan ga je kijken oké, hoeveel punten heb je gehaald met 3 keer schieten. Dus Reno, ik ben benieuwd. Ja. Hoe we dit gaan doen. Succes hoor. We gaan gewoon ons de beurt totdat iemand raakt en de ander bijvoorbeeld heeft het mist. Dan hebben die gewoon gewonnen. Soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Oké. Komt ie, ja? Zijn we ready, spaghetti? Yes, oké. Is wel lastig, man. Wow, what the fuck? Oké, hold on. Dit is echt zo moeilijk. Ja. Het gaat heel lang duren, denk ik. Ja. Nou, succes. Komt ie. Eerste bal is toen. Eerste bal is toen, schiet helemaal naar beneden. Echt hard. Oké, dat was toen. Oh, die was wel bijna. Die was bijna. Die was bijna. Round 2. Oh. Onze dan. Oh, die was bijna raak. Ik wil verder niet heel veel zeggen, maar... Oh, jij komt ook wel in de buurt hoor. Ze komen echt in de buurt, daar is niet rijden. Nu blijf ik gewoon een keer staan. Gast. Oh. Komen we aan de buurt? Ja, ja, ja. Moeilijk, man. Ja, misschien moet ik hier naar kijken. Oké, okay, ja. Probeer het eens. Ja, is goed. Oh, tegen de rand, gast. Zo schoon. Het schijnt een lucky shot te worden als je gewoon lief bent tegen de blaster. Fuck. Ik was wel zo lief tegen de blaster. Ja. Oh. Nou, ik ga er even wachten. Hector! Don't stop! Je bent in de battlefield! Oh yes. Nog een target! Nee, claimed, Edgar, eventjes voor de video, oké? Het is fine, boy, kom. Ik krijg hem vanaf hier ook onmogelijk eruit, gast. Oh. Versterking. Nou, zoals jullie kunnen zien is ons target ingenomen. Capture the flag. En ze hebben de flag gecaptured. Dus wij nemen onze 2 targets mee. Die gaan weer terug in de doos. En we hebben een nieuw target. Ik denk dat we dan toch maar gelijk over moeten gaan tot de orde van de dag. En dat is mezelf helemaal verrot schieten. Dus laten we dat dan maar doen. Goed, we hebben zojuist besloten. We hebben dus nu een nieuw target. Gezien het feit dat de kittens ons target hebben overgenomen. Die zijn gewoon even aan het chillen, weet je. We respecteren dat. We gaan natuurlijk niet door blijven knallen als die kitters daar aan het rondneuzen zijn. Dus we hebben de strijd opgegeven. Day one, weet je wel. Dus wij hebben een nieuw target hier. De tweede ik, gekopieerde versie van mezelf. En we hebben de puntendeling als volgt gedaan. We hebben hier dus nog steeds weer 3 darts in zitten. In deze tactical nerf shotgun blaster, jawel. En hier dan nog mezelf. Als ik op mijn kopje schiet, of op mijn nek, dus gewoon zeg maar op het huidgedeelte, slash haargedeelte, boven mijn shirt, 30 punten. Body shot, dus mijn armen en t-shirt, 20 punten. En alles daaronder, 10 punten. Sounds cool, right? Oké, okay. Dus daar gaan we. We starten vanaf hier. Dat was het startschot. Daar gaan we. Mensen denken nu, ah sowieso special effects, but ja, no. Dat was gewoon mijn vaatwasser.
Body shot, 20 punten. 20? Ja, hè? Weer body shot, hè? Ja. Ik moet nu voor die headshot gaan. Crap! Die ging in de wasbak. Nou ja, 40 punten. Dus Reno? Ja. Het is best lastig. Dat hoofdje vanaf hier best moeilijk te raken. Ja, dat is ook niet zo. Ja, we gaan het zien. Oh, sorry. 0 punten. 20 punten. Ja, ik ga gewoon voor de eentje. Oh. 20 puntjes. Maar, dat doen we nu gewoon. Oké, eerste ronde is dat voor mij. Ja. Maar ik vind de winnende ronde eigenlijk deze gaan. Namelijk wie het als eerst het hoofd raakt, gast. Ja, toch? Okay, dus we gaan nu nog één keertje met de Tactical Shotgun Blaster. Yeah. Poging 2. Eerste ronde heb ik dus gewonnen, omdat ik 40 punten had. Reno 20. Maar nu gaan we voor de headshot round. Dus we moeten puur op het hoofd aimen. Wie als eerste het hoofd raakt met zo min mogelijk darts. Ja, dat is goed. Easy. Sorry. Komt-ie. Nah. I mean, ik hoef niet eens de blazen te herladen. Alsjeblieft. Go your game. Maar is het nog echt first try gewoon? Hij moet nu gelijk halen. Hij moet nu gelijk halen. Ik moet het even horen. Piep! Oké. Nu moet ik weer. Ja, ik hoef niet eens te herladen. Ik hoef niet eens te herladen. Nu moet ik net zo lang doen dat ik hem raak. Twee keer mag ik nog schieten, dan was ik er 3 in. Maar goed, stel dat jij hem zo in 1 keer raakt, heb je dus al gewonnen. Ja. Nou, dat vergeten we. Alsjeblieft. Ja, dank u. Ja, ja, dat was hem. Dat was hem in 2 keer. In 2 keer was dat een prachtige headshot. Ik vind dat jij deze challenge hebt gewonnen. Maar gelukkig hebben we nog meer blasters. We hebben ook nog, zoals die in Fortnite heet, de RPG. Deze werkt dus op lucht. Je stopt hem dus hierin. De raket. Ja, hoe heet het eigenlijk? Raketachtig ding. Hoppakee. En dan laat je hem naar achteren. En dan pff, met lucht dan blaas je hem naar voren. Dus ik ga het even 1 keer voordoen. Komt die aan. 1, 2. Nou, zo is het. Steep uw schaar voor wie je moet beginnen, jongens, komt hij aan. Mie. Ja, we behandelen het als een echte RPG, jongens. Neem dit uiterst serieus. Oké. Dat was een body shot, right? Fireball! Dus ik heb 20 punten, hè? Ja, ja. Oké. Okay. We deden het wel volgens de officiële RPG-manier, weet je wel? Waar we zo... Wap! Weet je, dat is hoe het volgens mij moet. Maak een succes. Ja, dankjewel. Deze is lastig, man. Deze is echt legit heel lastig. Oké, dan gaat-ie, hè? Ja. Oh, dat is mis. Deze moet raken. Is van mij. Legit ook leuk. Ja, hij is wel leuk. Is legit leuk. De RPG Blaster, jongens. De finale round. Ja, 1-1. We staan nu letterlijk 1-1. Reno heeft natuurlijk de... Met Tactical. De Tactical gewonnen. Ja. Ik heb gewonnen met de RPG. En dan gaan we nu tot slot met de Silenced Pistol, zoals die in Fortnite heet. Silenced Pistol Blaster gaan we nu mee aan de slag. Je moet die dus bovenin laden, hebben we nog niet gedaan. Je schuift hem open naar achteren en je stopt ze er gewoon individueel in. Meep. Meep. Vervolgens... Dicht dat ding. En rabba. Body shot? Body shot. Ja. Ja, lekker. Yes. Lekker, lekker, lekker. Dat zijn 50 puntjes, hè? Ja, 50. Een headshot en een body shot maakt samen 50 punten. Reno, ik ben benieuwd. Deze schiet echt lekker. Oké. Okay. Maar ja, het blijft lastig. Ja, het blijft lastig. Een body shot. Nee, je moet het hoofdje raken. Ja. Dat was het hoofdje. Waar is het hoofd? Ja, volgens mij de nek, toch? Ja, dan wordt het in ieder geval wel een nek aan nek race. Ik weet toch. Ah, bijna. Ah, bijna. Ah, ah, goed round.
Wat is dat dan? Gast, jij bent nu officieel de Nerf Master. Ik heb alle challenges gewonnen. We zijn door alle blasters heen, als ik zo om me heen kijk. Ja. Dus nou ja, dat was hem dan alweer, denk ik, right? Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de Nerf Battle. Wij hebben dus een Nerf Battle gedaan met dus de Fortnite Blasters. Ik zal er weer even eentje bij pakken. Ik vond deze nou vooral echt super gruwelijk. Alle Fortnite Nerf Blasters zijn natuurlijk te koop. Staat een linkje van in de beschrijving. Ik wil Nerf bedanken voor de samenwerking met deze video. Ik vond het super leuk om te doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, doe natuurlijk dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En zie ik jullie morgen om 4:30 hopelijk allemaal weer terug bij een nieuwe Fortnite video. Peace!